Deze beurs is echt heel belangrijk voor ons, omdat we ontmoeten heel veel relaties uiteindelijk. En soms ook nieuwe, potentiële nieuwe klanten. Vooral het is gewoon gezellig. Het is een informele sfeer. Wij zien deze beurs gewoon als heel belangrijk uiteindelijk. Om ook te peilen wat gebeurt er in de markt, wat zijn mensen aan het doen. En bevalt alles en hebben ze nog wensen. We kunnen een demo geven en onze nieuwe producten toelichten op een makkelijke manier. Tot nu toe is de beurs eigenlijk heel positief geweest. We willen eigenlijk een familiegevoel uitstralen en dat hebben we gewoon goed kunnen doen. En gewoon heel veel leuke klanten ontmoet weer, dus heel plezierig. Deze beurs is belangrijk voor Signify omdat we hier onze klanten ontmoeten. En ook potentiële klanten en de partners waarmee we samenwerken. Heel veel mensen praten over energie en uiteraard de mogelijkheden om daarop te sturen. Tot nu toe hebben wij goede gesprekken gehad met klanten, potentiële klanten en ook met partners. Dus voor ons echt een goed moment om hier te zijn en echt te netwerken. De Horticontact is belangrijk voor ons om ons netwerk weer te versterken. Veel vragen van telers en wat er voor hun speelt. Ja, het doel van deze beurs is vooral ons netwerk te versterken, maar ook door ze innovaties te laten zien aan de telers. En ik denk dat dat doel wel bereikt is. Denk ik dat wij Koppert goed in de picture zetten. Ja, wat me opvalt, het grote aantal technische bedrijven wat je ziet, de nieuwste technieken worden laten zien en dat er heel veel innovaties zijn. Vanuit de melkveehouderijsector hebben we een stikstofoverschot. Wij zijn in staat om de urine direct onder de staat van de koe op te vangen. En daarmee hebben we een hele mooie zuivere urine die rijk is aan kali en stikstof. Die is van de melkveehouderij is het een overschot. En hier in de kwekerijsector verbranden we aardgas om synthetische kunstmest te maken. Hoe mooi is het om die natuurlijke urine vanuit de melkveehouderij in de kwekerijsector te brengen. En we zien gewoon een sterkere wortelontwikkeling en we maken daardoor twee sectoren groener en voor beide sectoren ook financieel interessanter.